Denk aan een weersvoorspelling. Een weerbericht dat is eigenlijk ook de conclusie van een wiskundig model en een heleboel berekeningen. Maar we weten allemaal dat een weerbericht niet altijd even exact is. En net daar ligt de rol van de toegepaste wiskundige. Want dat betekent dat die methodes en die modellen nog steeds verder kunnen geoptimaliseerd worden. En bovendien, in een maatschappij die heel snel verandert, gaan er ook constant nieuwe problemen opduiken. En die moeten dan natuurlijk ook gemodelleerd worden. Maar dan zitten we nog met de vraag, ja, maar ja, wat dan met die zuivere wiskunde? En welke rol speelt een computer daar? Wel, om te beginnen heb je het klassieke argument dat heel veel toepassingen hun oorsprong vinden in een zuivere theorie. Die werd ingevoerd door een fundamenteel wiskundige die absoluut niet bezig was met concrete toepassingen. Oh, het gaat zelf vaak over theorieën die we situeren in een tijdperk waarin er van die concrete toepassing simpelweg nog geen sprake was. Neem bijvoorbeeld de complexe getallen. Voor jullie misschien een vage herinnering aan een of andere nachtmerrie. Maar zonder complexe getallen is het in essentie onmogelijk om bijvoorbeeld op Instagram een foto te bewerken met een filter. Of denk aan elliptische krommen. Dat zijn wiskundige objecten en die leven in een abstract universum waar meetkunde en algebra samenkomen. Gezellig is anders, denkt u. Maar die objecten zijn wel cruciaal in de cryptografie. En dus eigenlijk gebruik je ze als je op een veilige manier een internettransactie wilt uitvoeren. Wel, alleen al daarom is het cruciaal dat we de fundamentele wiskunde ook in de toekomst een belangrijke rol laten spelen. We moeten dus toestaan dat onderzoekers de grenzen van de fundamentele kennis kunnen aftasten, ja, en hopelijk ook verleggen met een vorm van artistieke vrijheid, zonder commerciële druk, als ik het zo mag noemen.